een dramatische toestand, want Suze is er niet. En die had dan op zich gewoon een vervanger geregeld. Nou, ik zal even kijken of ze scherp is. Digido en Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Attentie, attentie, Nino. Telefoon opnemen, telefoon opnemen. Ja, ik krijg gewoon niet aan de lijn, jongen. Echt, heb je het goede nummer wel? Dat lijkt me wel, ja. Tenminste, ja, ik heb een nummer van Suze doorgekregen. Jij kent Dido of niet? Nee, ik heb ook de nummer niet. Dat had ik de vorige keer wel van Tessa, maar... Ja, ja, ja. Nou, ja. Hoi! Ja, ja. Zo'n maandag. Heb jij leuke dingen gedaan van het weekend, Fleur? Wat heb ik eigenlijk gedaan van het weekend? Oh, dat zijn de beter. Nee. Niet op die manier. Kijk hoor. Ik lig altijd graag in bed. Oh ja, ik ben nog gewoon naar de stad geweest. Zo, te gek. En daar heb ik... Oké, nou, ik ben benieuwd. Wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Ja, er staat op elke krant wel iets over Simon Vinkenoog. Ja. Maar wil je er iets over horen? Want je weet het natuurlijk al. Nou, nee, helemaal niet. Ik moet je zeggen, ik hoor het echt vanochtend. Oh, echt? Ja. Normaal loop je altijd zo voor op maar ik was zo, ik had zo de stekker eruit getrokken van het weekend, zeg maar. Oh, oké. Okay. Heerlijk. Maar ja, Simon Vinkenoog, man, leuke gast. Ik heb hem echt een paar keer ontmoet. Ik heb echt een man gebloot met hem. Die gast, jongen, die kon blowen. Nou, dat was niet normaal. Ja, er staat inderdaad dat hij heel lang heeft gepleit voor het gebruik van cannabis. Maar ik heb zelf nog wel iets van hem gelezen. Maar Simon Vinkenoog was dus een schrijver die nu is overleden aan een hersenbloeding. En het duurde 7 uur of zo voordat hij weg was. En er staan overal verhaaltjes over hoe leuk en enthousiast hij was. En dat hij geen talent had voor bitter zijn. Nee, maar echt een gaaf gast. Ik bedoel, hij is toch ook best oud geworden? Het was toch ook een mooie leeftijd? 80. En hij wordt op zijn 81ste verjaardag begraven. Nou. En dat duurt nog lang, of? Nee, dat is over een paar dagen. Ze gaan hem niet meer mumificeren. Nee, oké, ja, je weet het allemaal niet meer tegenwoordig. Ja, hij rookte, dat is ja, gewoon, dus, dat is wat ik dan van hem merk. Hij rookte namelijk echt van die kleine shaggies, zeg maar. Maar dan alleen maar puur wiet, hè? Dus geen tabak erin. Nou, hij is er wel oud mee geworden. Nou ja, precies. En wat ook veel. En dat er gewoon altijd, lol en lachen en... ik zit toch misschien toch iets mee in het programma. Het is toch, over de doden niks dan goed en zo. En ik weet dat hij de afgelopen weken, maanden... met een spinvis aan toe is geweest. Ja, ik weet eigenlijk niet of dat dan is om Erik even te bellen. Mr. Spinvis, zeg maar. Maar, we gaan even kijken. Als iemand andere leuke anekdotes heeft over Spinvis, ook leuk hoor. Maar nee, over Simon Vinkoog, laat me weten. 3-3, 3-3. Wat dan meer, Fleur? Ja, er staat nog een verhaal op de voorkant van het AD. Een man, even kijken hoor, Jan van Dijk, 56 jaar. En hij was met zijn tuinbouwtrekkertje en grasmaaien de sloot ingereden bij zijn huis. En toen kwam hij vast te zitten, ook echt tussen die mensen, zeg maar. Maar hij had helemaal niks, alleen heeft hij wel 3 kwartier gezeten. Maar dan hebben ze dus eerst even een fijne foto van hem gemaakt, van de krant. En toen lieten ze andere mensen maar helpen. Ja. En hij zit daar echt met die foto's, zeg, kansloos. Hij kijkt heel zielig naar boven. En ik kan me gewoon voorstellen hoe die journalisten een beetje op hem zitten azen. Oh. En hoe heet deze maestro, zei je? Jan van Dijk. Jan van Dijk. Gelukkig heet ook niemand zo, zelfs die in Oostvoorne. Nee, okay. Even kijken dan, maar die is dan van de dijk afgevallen in de blomp. Oké, okay. Klinkt als een goed verhaal. En wat er meer? Ook nog een man die zichzelf heeft verraden. Een 30-jarige man uit Bergen op Zoom had in Roosendaal de laatste trein naar huis gemist. Dus toen was hij in een locomotief geklommen die op het station stond en dronken in slaap gevallen. Maar in zijn slaap rolde hij tegen de klakson van het treinstel aan en de toon heeft hem verraden. Ik kan het zeggen, die treinen, jongen, die hebben ook even niet zo'n lullig toeteltje gewoon. Hij heeft nog 2 boetes gekregen. 1 voor het betreden van die locomotief en de 2e ook nog voor geluidshinder. Ja, kom ik echt aan met mijn lullige toeteltje al. Dat is hem niet echt, hoor. Dank nee. Heb je wat meisje al te pakken, of niet? Nee, ik krijg gewoon, nee. Ja. 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 Oh, zou je het maar met mij moeten stellen, hè? Ik vond het toch fijn, hoor. Gewoon dat ik ook meer aandacht aan jou kan geven, Fleur. Dus misschien is dat wel goed. Werk aan onze relatie? Ja, precies. Oh. De hele tijd dat sharen, dat is toch, daar word je op een gegeven moment ook ongelukkig van. Deze maandag was helemaal voor jou. Heb jij toevallig ook nog leuk nieuws? Ja,
Ja, nog zo'n idioot. Een 37-jarige Hagenaar die had ingebroken bij een sportkantine in zijn woonplaats. En hij ging een beetje de koelkasten openbreken en zo. En had ook andere vernielingen al aangericht. Maar hij had ingebroken bij de verkeerde club. Het was namelijk de politiesportvereniging. En die was rechtstreeks verbonden met de meldkamer. Dus die agenten die waren er heel snel. En ja, ik weet niet wat ze met hem hebben gedaan. Oh, en dit was wel Nederland, hè? Was geen België toevallig? Nee. Hagena. Nou, oké, duidelijk. Fleur, geniet van de maandag. Succes daarmee trouwens ook. Ja, dank je. Jij ook. Het is maandag de 13e, kom ik daar nu achter. Oh, wow. Dus dat verklaart een hoop, dat je uitzendkracht van de week neemt niet op. Vervanger van Suus neemt niet op. Maar vanaf nu, dan hebben we al het ongeluk voor deze ochtend gehad. Ja, en morgen hebben we Dido. Morgen hebben we Dido, zeg jij? Nou, ik neem aan van wel. Ik zit even te denken, want jij bent volgende week weg. Eigenlijk ben ik op zoek... Oh, ja, toch? Ik ben de woensdag ook niet. Oh. Maar tenminste, je kunt me wel bellen en ik kan je allemaal geweldige dingen vertellen, maar ik heb geen nieuws. Oh. Oké. Okay. Hey, dat is goed om te weten. Nee, voor volgende week leek me het leuk als ik dan iemand heb die in Nijmegen loopt. Dus als je dan kranten loopt in Nijmegen, of in ieder geval zin hebt om een beetje bij mij kranten voor te lezen. Ja, en dan komen ze lekker bij je op schoot zitten zeker. En dan vergeet je allemaal over oude Fleur en oude Suus. Precies. Ja, okay. Precies. Ja, nou, jij snapt hem. Ja. Oké. Okay. Fleur, tot morgen. En nou, ik hoop dat hij in koor gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wow. Als ik 's morgens wakker word en de radio voor half zeven.